Lianus. Terug naar geluk, het mengen van acrylverf om acrylverf te gieten. Deze keer ga ik het verf mengen met de Pour Medium van Bleiswijk voor nog geen 3 euro. Ik heb hem heel veel gebruikt de laatste tijd zonder na te denken. En ik heb toch een vermoeden dat dat de reden is. Onder andere is nog een reden, maar dat vertel ik in een andere video, of dat heb ik al verteld. Waarom ik steeds maar niet tevreden was met mijn schilderijen. Ik heb nog een aantal bakjes klaarstaan, want ja, ik meng altijd verf lang van tevoren. Die zijn geloof ik al 3-4 maanden. Dat ga ik natuurlijk wel opmaken. Maar voor nu ga ik het met deze 4 merken testen. De A-Color, E-Color, de Riefst, de Winsor Newton en de vloeibare verf van Vallejo. En als ik dit allemaal gemengd heb, en hiervoor ga ik dus dit bakje gebruiken. Dit is de Liquitex, dit is de Fluitrol. Want zo kan ik die kleuren bij elkaar doen en dan kunnen we dat heel mooi gaan testen op een doek. En dan weten we hoe het er dus uitziet. Oké, dan gaan we beginnen. Die zetten we gewoon eventjes apart. Dat even schudden natuurlijk. Het is vloeibaar, dus dat moet altijd even goed geschud worden. Huppata, we maken hem open. Even, ook even aan de kant. We doen er een laagje verf in. Hup, we doen hem dicht. We doen de pouring medium erop. Een laagje. En zo. We pakken ons stokje. En we gaan weer roeren. Oeh, dit is wel een kleiner bakje. Deze bakjes zijn trouwens van de Ali. Die vind je onder de kopje sausbakjes. Oeh, deze is ook al heel dun. Oeh, dit wordt wat met de vloeibare hoor. Althans, wordt wat, het wordt helemaal niks met de vloeibare. Nou ja, gaat even om het idee. Want ik vind hem nu al erg dun. Dus we zijn hem aan het mengen. Dus je zorgt dat de verf het pour medium opneemt. Je maakt rondjes. Je gaat goed langs de zijkanten. Je pakt goed de bodem mee. En je veegt je stokje af. Net zoals je resten kunststars moet mengen. Alleen dat moet je dus minimaal 3 minuten achter elkaar stevig doorroeren. En dit is natuurlijk wat sneller. Oké, we gaan hem even testen. Nou, en hij is dus al klaar. Er hoeft niet eens water bij. Oh jee, dan worden die anderen echt te dun. Nou, deze A-Color. Ik ben zo blij dat ik deze serie. Ja, het waren 15 potten van 500 milliliter. In een verschrikkelijke goede aanbieding dat ik die toch heb genomen. Want jeetje, wat is dit snel klaar zeg. Ook met andere trouwens hoor, met andere pour medium. Oké, die gaat dicht. Dat is nummer 1. Dat gaat snel. Oh, dat gaat snel zo. Maar dat moet ook, want ik denk dat jullie anders een beetje gaar worden. Maar ja, het gaat om het idee dat jullie heel goed het verschil zien. En ik denk, als je al deze 4 video's hebt gekeken over acrylverf mengen. Nou, dan moet het toch echt wel goed gaan. En dat is natuurlijk wel de basis, hè. Zolang je, als je de substantie goed is van je acrylverf, kan je er zo verschrikkelijk veel mee doen. Echt op allerlei manieren kan je het gieten. Nou, de pouring medium en de verf. En ik vind toch, ik weet niet of je het ziet. Je ziet bij de reef, zie je dan toch dat het dat een soort van brokjes, stukjes wordt. Bij die andere, bij die A-color, E-color, daar blijft de verf gewoon smeuig, laat maar zeggen, zacht. En hier worden het eerst een soort stukjes, dus je moet echt toch wel flink roeren. En dan de zijkanten en de bodem en een afnemen. Nou, ik hoef nog niet eens te checken, want je ziet gewoon nog, en ik hoop dat het zichtbaar is, dat die stukjes er nog in zitten. Nou ja, en zolang er natuurlijk stukjes in zitten, hoef je natuurlijk helemaal niet te checken van de dikte. Al zou de dikte goed zijn, die stukjes moeten natuurlijk weg. Er moet natuurlijk één geheel zijn. De verf moet echt die pouring medium volledig hebben opgenomen. Maar echt, als je dit als je dit gewoon, gewoon de goede substantie hebt, dan kan je er zoveel overal doorheen, overheen gieten. Je bloempotten, kastjes, van alles kan je dan gieten. Maar ja, als je substantie maar goed is. Maar ja, wat is dan weer goed?
Je hanteert in principe al zoals warme honing van een stokje afgeleid. Dus in één straal, dit is net iets te dik, in één straal stroomt het er vanaf. Maar ja, de een vindt warme honing wat dikker als de andere. Dus daar, ja. En ik vind met sommige technieken is het ook fijner dat, ja, dat je verf soms wat dikker of wat dunner is. Lekker opgenomen en ik vind hem nog iets te dik. Dan haak ik er een beetje water bij. En hier let ik echt op dat ik hier maar steeds beetjes doe. Omdat het anders... Ja, die Ries... Ik moet zeggen, het was ook in een aanbieding. Dan heb je 200 ml voor 1,99. En ik heb het idee dat het oude verf is. Ik heb natuurlijk een heleboel tubes ook ingeslagen. Ja, hè, je hebt vakantie al binnen. Denk goed doel. Maar het lijkt of het gewoon oude verf is. Want ik heb elke keer van die brokjes. Het duurt allemaal langer. Kan ook aan mij liggen. Maar dat idee heb ik ervan. Dat ze gewoon, dat het daarom maar 1,99 is. Dat het gewoon oude verf is. Dat ze gewoon ervan af moeten. Nou ja, uiteindelijk komt het wel goed. Je bent alleen even iets langer bezig. Nou, en nu. Kijk, ik zie dus met mijn roeren. Zie ik gewoon dat die goed is. Dit bakje voel ik het iets minder dan als ik het in dit bakje heb. Die koop je bij Annemarie Ridderop bij blazingcolors.eu. Dit bakje voel ik altijd alleen al of de verf goed is. Maar deze bakjes van de Ali, die zijn wat harder. Dus dan voel je het niet. Maar je ziet gewoon nu dat die substantie goed is. Maar hij komt een beetje lullig van mijn stokkie. Dus wat pak ik weer? Ik pak mijn bakje. En vaak gebruik ik dit dan ook nog met giet hoor. Deze keer natuurlijk niet, omdat ik allerlei apart heb. Nou, dan gaan we dus weer even een klein beetje gieten. Dus let op, want het gaat me heel snel. Ik gebruik maar een beetje. Kijk, hoppata, één straal. Dus hij is gewoon goed. Ondanks dat hij niet als warme honing van mijn stokje komt. Oké, potje weer dicht. Dat is die. Nou, dan ben ik heel benieuwd met die andere kleuren. Dan gaan we nu naar de lila van Winsor & Newton. Oh, ik had trouwens ook mijn Amsterdam kunnen pakken, want dat merk heb ik ook. Shit. Nou ja, te laat. Nou, er zit een beetje. Het is wel heel weinig. Een klein beetje meer. Er zit een beetje verf in. Even schudden. We doen een bodempje. Pour medium erin. We pakken ons stokje die we weer even af hebben geveegd. En ik neem even snel een slokje te drinken. Dus we roeren, lekker roeren, we gaan langs de zijkanten, we pakken de bodem, we vegen ons stokje af. Kijk, en Winsor & Newton, die heb ik dus ook. Zie je? Kijk, kan je het zo zien? En ik heb toch een vermoeden dat het komt omdat de verf oud is. Oh. Denk ik hoor, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dan zou ik van Ries, zou ik... Nee, het zijn nieuwe tubes van Ries. Kijk, die Winsor & Newton, die is ook oud. Maar die Ries zijn gewoon nieuw. Nou ja, het maakt niet uit. Misschien is het gewoon, überhaupt, is die verf altijd zo. Is het gewoon een standaard eigenschap van die verf. En alleen valt het me nu gewoon op. Omdat ik natuurlijk nu zoveel aan het mengen ben. Nou, kom op. Zolang je ziet dat de pouring medium niet is opgenomen. Ja, hoef ik hem ook niet van mijn stokje af te halen natuurlijk. Oké. Okay. Hup. Nee. Zie je hem? Bijna. Dus we pakken lekker een mooie flesje water. We doen een paar straaltjes zo erin. En we gaan weer roeren, 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 roeren. Dus nu met het lekkere weer. Desnoods lig je buiten op een bedje in je tuin. Pak lekker je verf erbij en ga lekker mengen. Want lekker in het zonnetje met het warme weer... Nou, nu zeg ik het wel in het zonnetje verf mengen.
Maar je verf droogt heel snel. Dan denk ik niet dat het verstandig is om in het zonnetje je verf te mengen. Maar dat heb ik wel vaker gedaan. Jawel, volgens mij kan het wel alleen uitgieten op een doek in het zonnetje. Dat is niet verstandig, want dat gaat echt barsten, want dan droogt het gewoon te snel. Maar mengen in het zonnetje... Droog het dan ook uit. Nou ja, dat is wat ik al zeg. Ik ben geen techneut schilderexpert. Maar ik meng ook mijn verf gewoon als ik in mijn bedje lig in het zonnetje. Dan doe ik dat ook. Dan denk ik, nou, weet je, dan is het lekker warm. Dan gaat het gewoon makkelijker. Ja, nou ja. In ieder geval, heel veel denken, oh, dat verf mengen. Nee, dat moet je gewoon lekker als je gewoon een keer zin hebt. Niet als je denkt, oh, ik wil morgen gieten. Nee, gewoon lekker tussendoor. Het blijft toch goed. Nou. En nu hebben we weer hetzelfde. Ik heb hem nu goed geroerd. De pouring medium is opgenomen. Het beetje water is opgenomen. Als ik zo kijk voor mezelf met roeren, is die gewoon goed. Maar als ik hem van mijn stokje af wil doen... Oh jawel. Ja, hij hapert wel een beetje. Maar... Nee. Ik pak dus weer dat bakje. Ik doe daar... Opletten, want weer een klein beetje. 1, 2. Ja, en hij is perfect. Hup, hij gaat... Oh, even het randje. Hij gaat dicht. Dat was die. En we gaan natuurlijk de vloeibare pakken. Weer even schudden. Dat is van Vallejo. Dat kost een beetje, maar je hebt ook niet veel nodig. Dat is dan wel weer zo. Maar ik vind het wel kostbaar, maar dat komt ook door de pigmenten die erin zitten. Vooral bepaalde kleuren, dat ik denk, van, ik betaal voor zo'n flesje €30 van Vallejo. Ja, en dit flesje was volgens mij bijna €9. Maar op zich heb je er ook niet veel nodig. Het hangt er vanaf hoe sterk wil jij deze kleur. Aan de hand daarvan doe je dus, meeste gebruikers meer van de Liquid Exploring Medium en dan een klein beetje... Van die vloeibare is al genoeg voor de kleur. Ik doe het eigenlijk volgens... Nou ja, verkeerd is weer een groot woord. Maar eigenlijk hoef je maar een heel klein... je hebt met vloeibare acrylverf heb je meer pouring medium nodig dan verf. Dat is het. En dat vergeet ik eigenlijk elke keer. Betrap ik me nu op. Dus ik leer hier ook weer van het maken van deze video's. Zo zie je maar weer. En ik maak er zoals altijd weer een zootje van. Het zal niet. Oké, nou, dit wordt natuurlijk één dunne... Ik had beter minder kunnen doen. Ik denk dat dit gewoon te dun is. Maar als ik het dan ga gieten, stroomt het wel lekker overal dwars doorheen. Dus dan had ik eigenlijk wat minder moeten doen. Oh, dat wordt wat in de volgende video met de acrylverf verdunnen. Dat is gewoon water. Dus dat wordt helemaal niks met die vloeibare. Ik denk dat ik maar een paar druppeltjes ga doen. Nou, dit is... ik roer het wel om anders... om die pouring medium, dat verf goed het pouring medium op te nemen. Je kan wel denken, nou, je draait drie keer en hè, het is opgenomen. Nee, dat heb je wel even wat nodig. Ja, dit is natuurlijk niet te testen op een stokje. Maar dan ga ik het toch even laten zien in het... Want het lijkt nu volgens mij dunner dan het echt is. Oké, 1, 2, daar komt hij. Zie je, het valt best wel mee. Hier kan ik best nog mee gieten. Dat valt me echt gelukkig mee. Nou, die gaat ook dicht. Huppata. Dit zijn dus de vier kleuren gemengd met de pouring medium van de Action. Dat mengt dus vrij snel. Het is natuurlijk lekker dun. Dus het mengen is hiermee echt fantastisch. Het gaat lekker snel. Het wordt wel, vind ik, de verf neemt het goed op. Dus, en nu is het even afwachten met het gieten, hoe het er dan uitziet. En trouwens, hier op de fles staat ook een hele beschrijving. Mocht je het nou aan familie willen uitleggen, moet je natuurlijk eigenlijk verwijzen naar mijn video's, oké. Maar anders staat het... Oh, eerst kon je dit... Ja, zie je, dit kan je loshalen. En dan staat het hier ook beschreven. Op de fles van de Action. Maar het beste is natuurlijk, als je natuurlijk aan je vrienden vertelt, kijk, hè, naar Liane. Terug naar geluk heet het nu. En... als je me inderdaad naar me wil helpen, dat je wil zorgen dat ik verf kan blijven kopen en met name dus ook deze video's kan maken, blijf dan die irritante reclames kijken. Het is maar een paar cent wat ik ermee ophaal. Ik heb ooit één keer op de $18 gestaan,
Maar voordat ze dat over konden maken, zakte ik door mijn... Het gaat met name om Fuse. Dat er gekeken wordt, zakte ik al meteen naar beneden. En hij, op mijn dieptepunt stond hij op bijna $7. Maar hij kruipt weer omhoog door deze video. Zit ik nou weer, tenminste de vorige, de eerste hiervan, zit ik op de bijna $9. Dus we gaan weer omhoog. Maar ik heb nog steeds nooit wat gekregen. Want net voordat ze dan... Ik denk dat er een minimumbedrag aan zit, denk ik. Dat moet ik nou uitzoeken. Maakt niet uit. Weer genoeg aanhoord. Dit is dus het mengen met het pore medium van de Action. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. En die wordt met deze. Of er komt een schildervideo. Denk het niet. Doei!